Goedemiddag, welkom bij de sessie Duurzame Energie uit Water, georganiseerd door de TKI Watertechnologie in samenwerking met de Water Alliance. Mijn naam is Hein Molenkamp, directeur van de Water Alliance, en ik mag deze sessie modereren en zal een korte introductie geven. Water als bron van duurzame energie. In 2030 is energie uit water een integraal onderdeel van het energie- en klimaatbeleid. En welke rol speelt daarin ons drinkwater in de transitie naar duurzame energie? En hoe kunnen we energie opslaan in water? In deze sessie maakt u kennis met de ontwikkelingen binnen zowel onderzoeksinstellingen als vanuit de markt. Waar liggen de kansen voor de watertechnologie? Welke rol kan watertechnologie en water spelen in deze energietransitie? En wat is er nodig om innovatie verder te brengen? Er zijn deze middag een tweetal sprekers die ik straks zal introduceren. De eerste is Jan-Peter van den Hoek, directeur innovatie bij Waternet. Tevens hoogleraar drinkwatervoorziening aan de TU in Delft. De tweede spreker is Jan Post en hij is adjunct programmadirecteur van Wetsers en tevens co-founder van AquaBattery. Kunt u de volgende slide voorzetten, alsjeblieft? Wij gaan hier vooral de... Ja, dat is de welkom en introductie. Deze heb ik net gehad. Volgende slide mag wel. Dan gaan we deze middag ook met Mentimeter werken. Daarin zullen een aantal stellingen voor u naar u gegeven worden. En het is eigenlijk vrij eenvoudig. U kunt de code die hier in beeld is scannen met uw mobiel. Of rechtstreeks gaan naar de hyperlink die daar te zien is. En dan zullen er een aantal stellingen volgen. Die code zal ook gedurende de slides waarop Mentimeter te zien is nog weer terugkomen. Mag ik de volgende slide wel even geven? Dan begin ik in afval eerst met een introductie. Wateralliantie als netwerkorganisatie van de Nederlandse watertechnologie sector. Wij hebben zo'n 115 bedrijven en organisaties als lid in de Water Alliance. En we richten ons met name op de groei van de Nederlandse watertech sector. En met name ook de technologieontwikkelende bedrijven daarin. Wateralliantie is een onderdeel van de Watercampus als innovatie-ecosysteem in Leeuwarden. Ik mag de volgende slide wel voorzetten. Het doel van de Watercampus is om een versnelling aan te brengen in de marketing van nieuwe technologie. Je ziet in deze afbeelding allerlei stadia van idee tot export waarin nieuwe technologieën zich bevinden. Van initieel idee tot het vermarkten en uiteindelijk export. Wetsers is daarin onder andere als wetenschappelijk instituut een belangrijke pijler. Ze zorgt samen met een 23-tal kennisinstellingen en universiteiten, samen met meer dan 100 aangesloten bedrijven voor wetenschappelijk onderzoek. Na dit wetenschappelijk onderzoek is het uiteraard belangrijk om de technologie op te schalen en te valideren. Daarvoor zijn een aantal organisaties ook op de Watercampus actief, die onder andere ook het MBO en het HBO koppelen. Het is het Center of Expertise voor Watertechnologie, CEW, en het Center voor Innovatief Vakmanschap, CIF Water. Toegepast onderzoek op de campus wordt onder andere ook uitgevoerd op het Waterapplicatiecentrum, waar bedrijven individueel ruimte kunnen huren en studenten kunnen koppelen en het onderzoek van hun pilots. Grootschalige pilots zijn dan uit te voeren op wat wij noemen demo sites die in de regio beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld een RWZRI waar testen kunnen gedaan worden op water vanuit het RWZRI. Wateralliantie zelf, en daar mag ik ook de volgende slide wel hebben, is met name actief op de markt, zowel nationaal als internationaal. Deze slide is nog een keer duidelijk te zien wat de Watercampus vooral behelst. Hè. Er zijn een wetenschappelijke pijler, toegepast onderzoekspijler en een businesspijler waarin ook de verschillende actoren zichtbaar zijn. Watertech draagt dus bij aan de watervoorziening en waterkwaliteit. Daarnaast biedt het oplossingen die in andere industrieën zijn toe te passen. Dat kunt u op de volgende slide zien, waarbij water dus vooral een enabling, watertechnologie vooral een enabling technology is. En in deze slide is dat goed te zien. Het is niet alleen geschikt uiteraard voor de drinkwater en voor de afvalwaterkant, maar er zijn ook vele oplossingen die in industrieën worden toegepast. Daarmee draagt het onder andere bij aan een duurzamere wereld, biedt oplossingen voor droogte en kan een belangrijke bijdrage leveren in de energietransitie. Dit plaatje, daar zoomen we nog even op in de volgende slide, want daarin zien we dan ook dat we vooral op het thema vandaag inzoomen op
water uit energie. En dat is natuurlijk ook een belangrijke cross-sectorale toepassing. Vandaag dus energie uit water. En voordat we verder gaan, doen we eerst een korte inventarisatie over waar u aan denkt bij energie uit water. Daarvoor wil ik graag de volgende slide even naar voren hebben, waar de Mentimeter, die u hopelijk inmiddels met de telefoon heeft ingescand, zichtbaar is. Zo niet, dan ziet u hier nogmaals ook de code als u naar de website van Mentimeter gaat. De code die u in kan toetsen om mee te doen even aan deze Mentimeter vraagstelling. En de vraag die u nu voor ligt is, waar denkt u aan bij energie uit water? U kunt in de Mentimeter gewoon een woord die bij u opkomt intypen. En als het goed is, zien we dan in de volgende slide ook de uitkomsten van degene die in de Mentimeter meedoet. De volgende sprekers die we straks aan het woord laten, zullen dus tijdens hun presentatie ook deze stellingen in de Mentimeter gebruiken. Vandaar ook dat deze eerste Mentimeter vraag even bedoeld is als test. We zien hier een tweetal woorden ingegeven. Hopelijk hebben de deelnemers, kijk, dat begint al goed te lopen. Nou, u kunt nog even doorgaan met het invoeren. En naarmate de meer deelnemers hun woorden intypen, wordt deze slide uiteraard meer gevuld. Warmte uit water, stromend water, afsluitdijk, hydropower, allerlei zaken die langskomen. Dat is het leuke van de stellingen zoals we ze hier ook gaan brengen. Voordat ik de volgende twee sprekers aan het woord laat, deel ik nog even een paar plaatjes. U mag intussen de volgende slide voorzetten. Een twee, drietal voorbeelden van ja, wat je ook zou kunnen zien als energie uit water. Een van de aansprekende voorbeelden ook is de Blue Energy pilotcentrale die inmiddels al een aantal jaren op de afsluitdijk staat. De meesten die over de afsluitdijk komen, die hebben deze installatie wel eens zien staan langs de dijk. Hier wordt uit het verschil tussen zoet en zout water duurzame energie gewonnen. Volgende slide graag. Ook een vorm van energie is eigenlijk al een best een hele oude technologie. Hè? De Archimedes-schroef die nog steeds ook ingezet wordt om water op te vijzelen van een lager naar een hoger niveau. Maar de laatste tiental jaren worden deze installaties, soortgelijke installaties ook ingezet om waterhoogteverschillen te gebruiken om energie te kunnen opwinnen. Dit is een voorbeeld van het bedrijf Landustrie die dit als hydropower turbines in de markt zet. Volgende plaatje nog even en dan zijn we door deze paar voorbeelden heen. Dit is eigenlijk een voorbeeld van een decentrale zuivering. Hè, om in dit geval het traject bij DESA, waar zwart water en grijs water separaat uit woningen apart behandeld wordt. En in het grijze water, of in het zwart watercircuit ook langs vergisting biogas opgewekt wordt, wat ook weer als energiedrager voor de verwarming van de woningen ingezet kan worden. Zomaar even een paar voorbeelden van de tientallen mogelijke voorbeelden die we natuurlijk uit energie en water zien. En om dat verder wat inhoud te geven, zou ik graag de eerste spreker voorstellen aan u. Jan-Peter van den Hoek, hoogleraar drinkwatervoorziening bij de TU Delft, zoals gezegd. Waar hij onderzoek doet naar aquathermie en energietransitie en de water-energie-nexus. Daarnaast is hij ook directeur innovatie van Waternet. En hij neemt ons mee in het TKI-onderzoek rondom het winnen van thermische energie in onder andere de drinkwaterleidingen en de drinkwatersector. Jan-Peter, aan jou het woord. Mag je microfoon aanzetten? Ja, dankjewel Hein voor deze introductie. Mag ik de eerste slide? Ja, thermische energie, daar gaat het verhaal over. En dan vooral thermische energie uit drinkwater. Dat is een TKI-watertechnologieproject waarbij betrokken zijn de TU Delft, Waternet. En dadelijk zult u ook zien dat Sanquin, de bloedbank van Amsterdam, erbij betrokken is. De volgende dia graag. Ja, als je het hebt over thermische energie uit water, nou, dan gaan we eerst terug naar de klimaatambities die er allemaal zijn. Hè? Klimaatambities, energietransitie, hele grote woorden. De Verenigde Naties in 2015, de COP21, nou, daar was al het idee van nou, de temperatuurstijging moeten we beperken tot 2 graden Celsius. Recent de Europese Unie, die heeft de Green Deal gepubliceerd. De doelstelling is EU klimaatneutraal in 2050, maar ook in Nederland natuurlijk hebben we klimaatdoelstellingen. De energieagenda van de overheid naar een CO2-arme energievoorziening. Geen gebruik van fossiele brandstof in 2050. Volgende dia graag.
Dan zijn er verschillende manieren om dat natuurlijk te bereiken. Werd al net genoemd, hè? Zonne-energie, windenergie, maar ook aquathermie. Thermische energie uit water kan een belangrijke bron zijn. Iedereen kent natuurlijk afvalwater, hè? Biogasproductie, ook een vorm van energie. Maar dit gaat over thermische energie uit water. En dan afvalwater, daar kan iedereen wat bij voorstellen. Afvalwater is warm, daar kan je warmte uithalen. Oppervlaktewater, daar kan je warmte en koude uithalen. Grondwater wordt vaak gebruikt voor opslag. Maar ook drinkwater kan een bron voor thermische energie zijn. Zowel koude als warmte. Want ja, als je drinkwater maakt uit oppervlaktewater, in de winter is het koud, in de zomer is het warm. Dat is een mooie bron. En op de volgende dia staat het aangegeven. Aquathermie. Kan dat wat bieden? Nou, als je kijkt naar de warmtevraag in Nederland en de warmtelevering in Nederland. Nou, de warmtevraag is zo ongeveer 350 petajoule per jaar. En aquathermie kan daar aardig wat aan leveren. En zelfs drinkwater kan een, zij het, bescheiden bijdrage leveren. Maar drinkwater kan ook koud zijn. Als je in Amsterdam woont of in een gebied waar drinkwater uit oppervlaktewater wordt bereid. Nou, dan weet je wel van in de winter is het 0 tot 5 graden. Dus als je kijkt naar Amsterdam, daar hebben we een keer een berekening gemaakt. De koude vraag voor ruimtekoeling is iets van iets boven de 2000 terajoule per jaar. En nou, als je alle drinkwater gebruikt, dan kom je op 2800 terajoule per jaar uit. Dus het is in potentie een hele goede bron. De volgende dia. En een mooi project waar dat is gedaan, dus koelen met drinkwater. Dat is de bloedbank in Amsterdam. San Quin heet dat. Nou, de bloedbank, daar wordt product uit bloedplasma gemaakt. Heeft een enorme koelingbehoefte. En het grappige is, vlak langs dat industriecomplex, kan je eigenlijk zeggen, dat bedrijfscomplex, daar loopt een grote drinkwatertransportleiding van Waternet. En die is verbonden met een warmtewisselaar. En die levert de koeling voor San Quin. En het principe is weergegeven op de volgende slide. Winter en zomer. In de winter kan het drinkwater direct gebruikt worden voor koeling. Hè? In de winter is het drinkwater warm, dus kan je het direct gebruiken. Maar in de winter gebruiken we het ook om de koude bron van een WKO te laden. Dus die wordt geladen met een lage temperatuur. En dat betekent in de zomer, dan is het drinkwater warm. Dan kan je het eigenlijk niet gebruiken, maar dan hebben we wel die koude bron uit de WKO beschikbaar. Dus met deze methode kan je al het hele jaar door koude leveren aan, in dit geval, San Quin. De volgende dia. In samenvatting wat je nodig hebt. Je hebt koud water nodig, dat is linksboven weergegeven. Je hebt een warmtewisselaar nodig in een drinkwaterleiding of een bypass, dat is rechts weergegeven. En dan heb je ook nog een opslag nodig voor het geval dat je in de warme periode niet direct die koude kan leveren. Dan kan je het in de winter opslaan in de bodem en kan je de zomer alsnog leveren. Volgende dia. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Er is een ontwerp gemaakt, linksboven. Die is gerealiseerd, middenboven. Die is op een vrachtwagen gezet, rechtsboven. Die is getransporteerd naar de bloedbank, San Quin. Je ziet hem ingehezen worden en linksonder, nou, daar staat hij in operation. Wat bereiken we daarmee? De volgende dia. Nou, een aardige reductie van greenhouse gases. Hè. Dat is natuurlijk mooi, want je gebruikt geen fossiele brandstoffen, maar je gebruikt thermische energie uit water. Nou, dat gaat met een factor 10 zo ongeveer omlaag. En het kan er ook nog financieel uit. We hebben de total cost of ownership uitgerekend van een traditioneel systeem met koelmachines en een systeem koelen met drinkwater. Nou, dat is net wat lager. Dus milieuvoordelen, maar ook nog economische voordelen. Volgende dia. Het lijkt dus heel eenvoudig. Is het eigenlijk ook technologisch, maar er zit wel een addertje onder het gras. Als je koude onttrekt aan drinkwater, dan stijgt de temperatuur van drinkwater. En dat drinkwater gaat natuurlijk later gewoon naar de consument, hè? Want je doet er verder niets mee. Maar wat gebeurt er dan met de microbiologische kwaliteit van drinkwater? Hogere temperatuur, micro-organismen groeien sneller. Wat gebeurt er met de biofilm in de leidingen? En tot welke temperatuur kan je nou gaan? Want hoe hoger de temperatuur je kan toelaten na koude onttrekking, hoe meer energie je eruit kan halen. Volgende dia. En dat is met name van belang omdat in de Nederlandse drinkwaterwet de temperatuur aan de tap
aan de kraan bij de consument, gelimiteerd is tot 25 graden Celsius. Volgende diagraaf. We zijn begonnen met het systeem dat de ILT, dat is de toezichthouder, zei van, nou, je mag het systeem toepassen, maar je mag het maximaal een temperatuur toelaten na de warmtewisselaar van 15 graden. Nou, als je dan links kijkt, hè, dan zie je het temperatuurprofiel van het drinkwater. Alleen in dat stukje waar het onder de 15 graden is, kan je het benutten. Wat zou er kunnen als je een hogere temperatuur kan toelaten? Dan is de delta T groter, maar ook de operationele periode wordt langer. Dus het mes snijdt aan twee kanten. Je hebt en een hogere delta T en een langere periode dat je dit kan bedrijven. Volgende dia. Toen kwam TKI watertechnologie om de hoek kijken. Want ja, daar is wel onderzoek voor nodig. Hè, van wat gebeurt er met de microbiologische kwaliteit? En kan dat allemaal? Want de veiligheid van drinkwater staat natuurlijk voorop. Hè. Bij alle drinkwatermensen geldt het uitgangspunt: drinkwater moet veilig zijn. Nou, met TKI gelden, met behulp van Waternet, Sanquin en de TU Delft, hebben we een aantal distributienetjes gebouwd op laboratoriumschaal en zijn we proeven gaan doen om te kijken wat gebeurt er nou als je instantaan de temperatuur van dat drinkwater verhoogt. De volgende dia. Nou, en dat valt reuze mee, blijkt dan. Hier, misschien een beetje een moeilijk plaatje, maar aan de linkerkant zijn de watermonsters weergegeven, aan de rechterkant de biofilmmonsters. En daarbij is aangegeven wat gebeurt er bij 15 graden, 25 graden, 30 graden en de reference, waar je niets aan doet, met de ATP-concentratie in het water en de ATP-concentratie in de biofilm. En ATP, nou, kort door de bocht, dat is een maat voor biologische activiteit. En dan blijkt, nou, er gebeurt eigenlijk niets, of helemaal niet zoveel. Volgende dia. En dat betekent dus dat je eigenlijk een hogere delta T kan toelaten. En dat is mooi hier weergegeven. Die grillige lijn, de groene, dat is de temperatuur van het water waar we mee te maken hebben. En dan steeds, wat gebeurt er nou als de T-max, na warmtewisseling, 15 graden is? Wat als het 20 graden is? Wat als het 25 graden is? Wat als het 30 graden is? Nou, hieruit blijkt duidelijk, als die delta, als die T-max een hogere waarde wordt geaccepteerd, dan gaat en de delta T omhoog en de operationele periode gaat omhoog. En op de volgende dia is te zien dat dat best een grote effect heeft. Hier is de operationele periode weergegeven voor een temperatuur van 15 graden, 20 graden, 25 graden en 30 graden. Ben je gelimiteerd aan 15 graden, kan je het helft van het jaar maar toepassen. Ga je naar 20 graden, nou dan kan je eigenlijk het hele jaar dit systeem operationeel hebben. Dit is de duur. En als je dan ook nog daarbij opplust de delta T die groter wordt, dan blijkt van, nou, als je een hogere T max toelaat, dan kan je substantieel veel meer energie winnen uit zo'n systeem. Omdat enerzijds de delta T is hoger en anderzijds de lengte van de operationele periode over het jaar neemt toe. Dus nou, het gaat van iets van 30 terajoule per jaar naar iets van bijna 160 terajoule per jaar. Volgende dia. Nou, mijn conclusies, of de conclusies van de projectpartners. Nou, drinkwaterbedrijven kunnen zeker met thermische energie uit drinkwater bijdragen aan de energietransitie en bijvoorbeeld de EU Green Deal en in Nederland de roadmap. Het blijkt dat thermische energie uit drinkwater geen nadelige invloed heeft op de drinkwaterkwaliteit. Hartstikke belangrijk, want kwaliteit staat voorop. En, mooie bijkomstigheid, thermische energie uit drinkwater is ook nog eens financieel aantrekkelijk. En dan wil ik afsluiten met een stelling. En die stelling is: aquathermie haalt ons in de stedelijke omgeving van het gas af. Nou, graag reactie erop. Is dat ja, is dat nee? Maar ook, wat zijn de argumenten daarvoor? En volgens mij staat dat in de volgende dia in de Mentimeter. In het kort, het project thermische energie uit drinkwater en wat allemaal mogelijk is met deze technologie. Hein, bedankt voor de mogelijkheid dit te presenteren. Jan-Peter, bedankt voor zover. En we hopen als er nog even wat discussie ontstaat, dat je daar nog even in deel wil nemen. Ja. Even kijken naar de Mentimeter. Komen daar wat reacties los? We hebben in elk geval een ja.
kunt natuurlijk volgens mij ook in de chat eventueel wat reacties lossen. Hè, waar we ook wel geïnteresseerd in zijn, is om even te weten vanuit welke organisatie u deelneemt aan deze sessie. Omdat wij verder geen opgaves hebben gehad, is het ook wel prettig een beetje te weten vanuit welke achtergrond u aan deze sessie deelneemt als bezoeker. Kijk, er komen van alles los. Het heeft even wat tijdsvertraging, hebben begrepen. Dus dat is hier ook wel te zien. Het komt er nu al. Gas blijft noodzakelijk. En leidingen in de grond. Ja en een nee. Duurzaam, kostenefficiënt. Liggen al te veel kabels. Als je nog behoefte hebt om daar zelf op te reageren, Jan-Peter, dan doe dat nog gerust even. En de vraag staat nog... Ja, nou, kijk, je ziet hier eigenlijk een beetje de argumenten komen. Aan de ene kant is het een hartstikke mooie techniek. Je kan er heel veel mee bereiken. Maar iedereen weet dat het hartstikke druk is in de ondergrond. Hè? Dus kijk, als je zo'n koude net aanlegt, dan heb je een aanvoerleiding en een afvoerleiding nodig. Ga je dan ook nog met een warmtenet werken? Want dit gaat over koude levering uit drinkwater. Warmtelevering kan ook. Heb je ook nog een warmtenet nodig met een toevoerleiding en afvoerleiding. Dus nou, je zou kunnen zeggen, er komen vier leidingen bij in de ondergrond. En het is zo verrekte druk al in de ondergrond. Dus dat is al één punt waar je nu wel aandacht aan moet geven. En een ander punt is, nou ja, hoe drukker het wordt in de ondergrond, hoe meer hotspots je gaat creëren in de ondergrond. Dus daar heb je alweer die lokale beïnvloeding van de temperatuur van het traditionele drinkwaternet. En ja, andere dingen die je ook hoort, ja, hoe komt het, tenminste stel dat het bij gewone burgers ook wordt gebruikt, hoe komt het huis binnen? Nou, via de meterkast, ja, dan, dat is ook al hartstikke vol, dus dan komt het vlak langs je drinkwaterleiding te liggen. Ja. Dus het is best een hele mooie techniek, maar er is ook wel wat afstemming voor nodig om dat te realiseren in combinatie met de kabels in de grond, de televisiekabel, de ICT-infrastructuur, de warmteleidingen, nou, de hoge spanningsleidingen. Dus dat vraagt nog wel wat aandacht. En ook interessant te horen hoe je dat vertelde over, uiteraard is het niet de bedoeling dat de temperatuur in de drinkwaterleiding boven die 25 graden gaat komen. Dus in het kader van wat je nu vertelde, dat was een TKI-onderzoeksproject, hè? Dus zitten daar dan wat vervolgtrajecten achterweg? Want is nu dan de conclusie dat dit... Ja, dit interessant is om op meer plekken te gaan doen, of is het toch wel, hoe zie je dat? Nou kijk, wat natuurlijk nog wel interessant is, hè, en daar zijn we nu ook bezig met wat onderzoek op dat punt, je realiseert natuurlijk wel een temperatuurverhoging van het water, hè? Nou, aan de ene kant kan je zeggen, van dat is ook voordelig voor de consument, als die... gaat douchen of warm water nodig heeft, hoeft hij niet zo ver te verwarmen. Maar het blijft natuurlijk, in Nederland hebben we die drinkwatergrens van 25 graden. Dat is niet voor niets, hè, want we hebben in Nederland een chloorvrij drinkwater. Dan moet je toch wel heel voorzichtig zijn met de microbiologie. Dus wat we nu ook zitten te kijken, van, nou, stel dat die temperatuur omhoog gaat, over welke afstand bereik je dan weer de normale temperaturen? Want drinkwater in leidingen neemt heel snel de temperatuur van de bodem aan. Dus er is ook weer een afvlakkend effect. En je kan dit ook gebruiken om warmte te onttrekken uit drinkwater. Dat wordt ook gedaan in Amsterdam, in een woonwijk. Maar daar zijn natuurlijk ook de vragen. Van, nou, dan kan je lekker met dat warme, die warmte die je uit drinkwater onttrekt, je huis verwarmen. Maar het water wat je huis binnenkomt, is dan natuurlijk kouder. Want als je warmte onttrekt, gaat de temperatuur van het water weer omlaag. Dus... dan moet de consument wel meer stoken om uiteindelijk zijn lekkere warme douche te hebben. Nou, dat soort afwegingen, de totaalbalans, dat vergt nog wel wat aandacht en rekenwerk. Oké, okay. Nou interessant. En is er nog aanleiding en vragen via de chat, dan komen we er wellicht nog even op terug. Ja. Alsnog wil ik je in elk geval bedanken, Jan-Peter, voor de presentatie. En stel ik voor dat we naar de volgende spreker gaan. Jan Post, hè? Jan is adjunct programmadirecteur bij Wetsus, waar hij onder andere zich focust op waterzuiveringstechnologie en energieopslag. En in het kader van deze presentatie is Jan ook mede oprichter van het jonge bedrijf Aqua Battery. En daar is hij ook als adviseur aan verbonden. Dus, en Jan gaat verder in op Aqua Battery. Dus Jan, aan jou het woord. Dank je, Hein, voor de introductie. Wist je dat het tweede paasdag
een recorddag was. Ja, niet alleen omdat het hagelde en sneeuwde, maar ook was in het nieuws bij NOS dat naar schatting zo'n 60% van alle elektriciteit op die dag afkomstig was van groene energiebronnen, van zon en wind. Nou, dat is natuurlijk fantastisch nieuws. En ik had het eigenlijk zelf niet verwacht op zo'n koude dag. Maar het waaide natuurlijk wel flink. En zo komt de doelstelling voor groene stroom in 2030 komt wel in beeld. Maar het nieuws ging ook verder. Dus die stroomproductie, die we dus in 2030 helemaal groen willen hebben, wordt daarmee ook afhankelijker van gillig weer. Vooral op dagen zonder wind en zon is het dan een probleem. Een reserveopslag, zo stond in dat bericht, zou nodig zijn van 8 keer de gemiddelde dagproductie. Nou, dat moet dus ondervangen worden. En water, en dat is zeg maar de hoofdboodschap van mijn presentatie, water zou een belangrijke toevoeging zijn op wind en zon. En dat wil ik specifiek laten zien aan de hand van een voorbeeld. Waarvoor ik ook samen met co-founders Aquabattery heb opgericht. Het gaat over energieopslag in water en meer specifiek in concentratiegradiënten in water. Nou, mijn naam is Jan Post. Ik ben inderdaad Deputy Program Director van WETSUS. Dat is het European Center of Excellence for Sustainable Water Technology in Leeuwarden. En ja, ik heb het een beetje rommelig gemaakt, maar het bedrijf Aquabattery is gevestigd in Leiden-Dorp. En ik woon in het midden. Volgende slide. Waarom is het een goed idee om energie op te slaan in water? Daarvoor heeft mijn collega Jan-Willem van Egmond de volgende grafiek gemaakt. En in die grafiek kun je eigenlijk zien de energy return on invested. Dus hoeveel energie ergens instopt en hoeveel je daar weer uithaalt. En in dit geval gaat het over windenergie. En als je helemaal links kijkt, de linker balk, dat is een windmolen die produceert meer dan 80 keer de hoeveelheid energie die gemoeid is bij de productie, operatie en onderhoud van die windmolen. Dat is als er geen opslag aangekoppeld is. Maar ja, uit energieoogpunt, en dat zagen we dus, dat zien we eigenlijk wel op ons afkomen, is het dus nodig om energieopslag te koppelen aan wind en zon. Om maar te kunnen leveren. Als we dat doen met bijvoorbeeld het oppompen van water, de tweede kolom, dan zie je, dat is dan PHS.hydropower.hydrosystem. Dus bijvoorbeeld in een oppompen in een stuwmeer of vanuit een valmeer, dat zou wat meer een Nederlandse situatie zijn, ja, dan reduceer je dus de energy return on invested van die windmolen al van 80 naar 60. Immers, je verliest energie door het oppompen en door de turbines, gewoon efficiëntie verliezen. De derde kolom is dan met compressed air, en dan wordt het nog iets minder. Als we het waterstof zouden gaan gebruiken puur voor de elektriciteitsopslag, ja, dan halveren we de energy return on invested naar 40, puur en alleen door de efficiëntie verliezen al. Toch is dat altijd nog beter dan al die andere kolommetjes die je ziet, namelijk met zeg maar batterijtechnologie, accuvarianten. Zoals bijvoorbeeld de lithium-ion batterijen. Zeer efficiënt, hè? Dus je verliest niet veel energie in de operatie. Maar daarentegen, de materialen die je gebruikt zijn dan weer niet duurzaam. Dus wat is hier de trend in deze grafiek? En dat is denk ik belangrijk. Sla energie op in water of in lucht. Iets wat veel en frequent aanwezig is op deze wereldbol. Dat is veel duurzamer. Volgende slide. Dan is het zo dat elektriciteitsopslag in water in Nederland nog niet zo makkelijk is en ook niet zo eenvoudig te vertonen is. Want ja, we hebben geen hoogteverschillen, dus valmeren of stuwmeren zijn niet, valmeren zijn ook nog niet gerealiseerd. En waterstof is ook nog niet zo eenvoudig. Want dan heb je dus die lage roundtrip efficiëntie, dan verlies je veel energie. Dus ik wilde eigenlijk een derde toevoegen aan opslag in water voor elektriciteit, dus niet voor warmte, maar voor elektriciteit. Dat kan natuurlijk altijd gecombineerd worden met warmte. En dat is opslag in concentratiegradiënten. Hoe dat werkt? Nou, als we zoet en zout water mengen,
Hij noemde het al even in zijn introductie. Dan kunnen we daar elektriciteit uit opwekken met behulp van reverse electrodialysis, RED. En in Nederland is dat dan bekend als blauwe energie. Dat gemengde water, dat kunnen we weer ontmengen. Volgende slide. Dat kunnen we weer ontmengen. En door elektriciteit, dat dan over is, daar weer in te stoppen. En dan hebben we weer zoet en zout water. Dus dan hebben we eigenlijk een batterij puur alleen gebaseerd op water. Met dezelfde technologie kun je dan elektriciteit opwekken en elektriciteit opslaan. Dat hebben we gedaan op kleine schaal. Dat zie je op de foto rechts in het lab. En ja, dat werkte eigenlijk best heel goed. En ook met een hogere efficiëntie dan waterstofproductie. Volgende slide. We hebben dat ook beproefd op de Green Village in Delft. En heeft het een aantal jaren gedraaid voor energieopslag, of elektriciteitsopslag moet ik zeggen, van een studentenhuis op de campus daar. En het is een mooi principe en goed uit te leggen aan het publiek. Maar, en dan de volgende slide. Je kunt ook wel zien wat het probleem is van deze vorm van elektriciteitsopslag. Dit is nodig voor dus een of twee huishoudens aan water. En dat is natuurlijk niet in te bouwen. En dat is nog steeds, de energiedichtheid is nog steeds wel hoger dan van een valmeer. Maar een valmeer bouw je niet in de achtertuin. En deze vorm van batterij zou je wel graag in de gebouwde omgeving hebben. Ruimtelijke inpassing is dus een probleem. Dus we zijn weer terug naar het lab gegaan. Volgende slide. Hoe kunnen we nu meer energie opslaan of elektriciteit opslaan in water? En dat is ons gelukt door eigenlijk iets toe te voegen. En we hebben dat doorontwikkeld naar de Green Battery, de doorontwikkeling van de Blue Battery. Door de energiedichtheid te verhogen naar 5 kWh per kuub. En dat kunnen we doen door niet alleen concentratiegradiënten, maar ook pH-gradiënten te introduceren. En daarmee hebben we dan een batterij die wel veilig ingebouwd kan worden in de gebouwde omgeving, zonder risico op overlading of overontlading of brandgevaar of explosiegevaar. En eigenlijk is het niet anders dan een vat met zout water. Weliswaar, op het moment dat die geladen is, bevat dat vat wel degelijk ook wel zuur en bazen, maar niet in concentraties dat het gevaarlijk is. Wat doen we namelijk? We splitsen niet alleen zoet en zout water, maar we maken ook een pH-gradiënt aan door het water, H2O, te splitsen in H+ en OH-. We maken geen waterstof, hè, want dan zouden we weer heel veel efficiëntie verliezen. Maar we maken dus alleen maar een gradiënt van H+ en OH-. En dat werkte goed op labschaal weer. En dan rechts zie je een foto van een prototype. Maar volgende slide. We testen dat ook op dit moment op full scale bij een elektriciteitscentrale in Pantelleria. Het is een onderdeel van een Europees project. Vandaar dat we het ook in Italië testen. Een Siciliaans eiland ten noorden van Lampedusa. En nou is het zo dat geïsoleerde netten op eilanden, zonder landverbinding, zonder verknoping zoals het Nederlandse netwerk, zonder import- en exportmogelijkheden, echt aangewezen is voor de toekomst op dit soort elektriciteitsopslag. Volgende slide. Je ziet wel dat er natuurlijk nog wat watertanks naast een elektriciteitscentrale worden gezet. En dat blijft dan toch natuurlijk nodig om die elektriciteit op te slaan. Maar de conversie zelf is vrij compact. Dat is het linkerplaatje te zien. Dus dat is de technologie waarmee die gradiënten weer omgezet worden in elektriciteit. Volgende slide. Voor ons is nu de uitdaging om vanaf oprichting 2014 niet alleen prijs te gaan winnen. En dat hebben we veel gedaan. Veel media-aandacht gehad, nationaal, internationaal. Maar natuurlijk ook om deze innovatie die voortkomt uit het onderzoeksprogramma van Wetsus, ook met het bedrijf Aqua Battery en andere partners verder te krijgen. Want energie opslaan in water, dat is echt een goed idee. Volgende slide. Daarmee wil ik dan ook afsluiten wat betreft mijn presentatie. Aqua Battery, we give power to water. En dan de volgende slide heb ik nog een stelling. Water is drager van de energie- en voedseltransitie. Wil ik kort toelichten, we kennen allemaal wel de zogenaamde watervoedsel-energie-nexus. En hoe de ene aan de ander relateert.
Maar wat betreft waterbeschikbaarheid is dat wel duidelijk voor de huidige energiesector en voor warmte en koeling. En ook voor de voedselproductie, maar ook in de toekomst met de energietransitie is water een drager. En kan het ook nog meer worden. En ik denk dat ik daarvan een voorbeeld heb gegeven. Hetzelfde zou ik kunnen doen voor de voedseltransitie, andere onderzoeken die lopen. Hoe watertechnologie kan bijdragen bijvoorbeeld aan een duurzamere eiwitproductie. En mijn wens is dan ook, en mijn pleidooi, meer dan dat ik nu waarneem dat water een plek krijgt in deze grote maatschappelijke uitdaging waarvoor we staan in de energie- en watertransitie. En Mentimeter kunt u zien of dat, nou ja, u dat ook zo ziet. Is het relevant voor beide transities, voor één van de transities of voor geen van deze transities? Met enige vertraging, Jan, want ik meen dat er een seconde of 10 tussen zit tussen bij de Mentimeter. Dus er komt langzamerhand wat in beeld. Ja. En als ik het zie, dan wint de laatste stelling het nog ruim van al die anderen. Hè. Dus het zit toch wel op het grensvlak energie- en voedseltransitie. Dat is natuurlijk hoopgevend. Hè. Dan is er ook nog veel te doen om daar op in te zetten. Ja, wat ik waarneem is dat toch water vaak, nou ja, niet wordt betrokken in die transitie of toch wel behoorlijk beperkt rol toegedicht. En dat snap ik ergens ook wel. Want de uitdagingen zijn natuurlijk enorm, hè, in beide transities. En tegelijkertijd denk ik dat we dus wel te bieden hebben. En dat het ook wel degelijk nodig is om watertechnologie mee te nemen. Bijvoorbeeld ook in de waterstofproductie. Ja. Daar hebben we het niet over gehad, maar om ook, ook enabling te zijn voor die transitie. Ja. Ik denk dat we daar nog een keer een hele aparte sessie over kunnen wijden, maar op het gebied van waterstof is er natuurlijk veel gaande, waar ook zeker de watertechnologiekant denk ik nog wel wat onderbelicht is op het ogenblik. Maar goed, iedereen is nog zoekende. Hè? En op dat gebied denk ik ook zeker dat de watertechsector het een en ander kan inbrengen. Ik denk dat de Mentimeter, nou dit loopt eventueel nog wel even door. We hebben aanvullend nog een minuut of vijf, ruim vijf, zes minuten om nog even door te gaan. Van deze stelling kunnen we in elk geval vaststellen dat degenen die wel geantwoord hebben in elk geval unaniem zijn. Dus daar zal niet heel veel verandering in gaan optreden. Dan kunnen we wat mij betreft, Jan, na jouw presentatie, en hartelijk dank daarvoor. Wellicht kun je nog even meekijken wat er in de komende stellingen gebeurt en eventueel nog wat van commentaar voorzien. Wat mij betreft kunnen we nog wel even een volgende slide voorzetten. We hebben nog een paar stellingen lopen die we in kunnen brengen. Om het onder andere over de potentie van energie uit water te hebben. Als er nog een Mentimeter stelling voorgebracht kan worden in de volgende slide. Juist, de potentie van energie uit water komt alleen verder wanneer, en dan is het wanneer de overheid het meest gaat, meer gaat stimuleren, er niets gedaan wordt, want het moet vanuit de markt zelf komen, of we moeten het in een groter geheel gaan zien en koppelen aan lokale situaties en plannen. U kunt op de Mentimeter daar een van de drie keuzes, het staat hier als 1, B en C, maar neem van mij aan dat het gewoon 1, 2 of 3 bedoeld is, of A, B of C. En dat een van die stellingen waar u het meest mee eens bent. Nou, daar komen zo al een hele berg antwoorden terug. En de waarheid zal natuurlijk ergens in het midden liggen. En er komen op dat gebied inderdaad ook wat verschillende antwoorden. Dat is mooi. Zoals te doen gebruikelijk. De overheid moet meer gaan stimuleren, begint nu ook wat opgang te vinden. Maar over het algemeen staat nog bovenaan het, dat we het in een groter geheel gaan zien en koppelen aan lokale situaties en plannen. Ik zag ook nog in de chat iets langskomen wat mij doorgespeeld is. En ik ga er haast vanuit dat dat had te maken met de presentatie van Jan-Peter. Van, kan hetzelfde ook gedaan worden met het afvalwater? En de vraag is van een student chemische technologie. Ik neem aan dat dat over de thermische energievraag ging. Die door Jan-Peter vooral ook drinkwater
Daar kan ik wel even op reageren. Dat is heel goed mogelijk. Hè? En dan, je kan het zelfs al in huis doen. Hè? Een douchewarmtewisselaar is het mooiste voorbeeld. De vraag en de aanbod van warmte loopt er helemaal synchroon. Dus dat is een hele efficiënte manier om warmte uit je douchewater te halen. Ik ben zelf als drinkwaterman natuurlijk geen voorstander van dat je het water zelf gaat recirculeren in je douche. Maar goed, anderen denken er anders over. Maar het energie uit je douchewater halen en dat direct gebruiken voor het opwarmen van je binnenkomende water. Nou, een efficiëntere methode is er bijna niet. Maar je kan ook denken aan rioleringsleidingen in de straat of zelfs op een afvalwaterzuivering, het binnenkomende afvalwater, daar wat mee doen. Dus dat wordt ook toegepast in de praktijk. Ik denk ook dat wat dat betreft, waar je die delta T ook maar tegenkomt in je directe omgeving, dat in de naaste toekomst of iets verder liggende toekomst zou je dat gewoon eigenlijk al... Hè, maar dat betekent ook dat je in de bouw van een woning daar natuurlijk al veel meer rekening mee moet gaan houden. Ja. Dat je dat soort warmteverliezen überhaupt niet zo... Maar misschien ook wel aardig om te melden, hier zit ook weer een addertje onder het gras. Hè. Laatst is er ook een rapport van Stowa uitgekomen. Kijk, afvalwater dat gebruik je om warmte te onttrekken, warmte te winnen. Dat betekent dat het afvalwater kouder wordt. In Nederland hebben we vooral biologische afvalwaterzuiveringen. Nou, als de temperatuur omlaag gaat, gaan die bacteriën minder hard werken. Dus hoe beïnvloed je daarmee uiteindelijk het rendement van je afvalwaterzuivering? Dus net zoals er bij drinkwater een afweging zit, als je koude onttrekt, van nou, het moet niet te warm worden, want dan gaat de kwaliteit achteruit. Heb je bij afvalwater, als je er te veel warmte uithaalt, wordt de temperatuur weer te laag en die bacteriën in de afvalwaterzuivering doen niets. Dus nou, ook hier weer een afweging. Ja. Nou, dat is ook zo. En dat is ook natuurlijk waarom dat er eigenlijk, het begint vaak als een simpele stelling, maar dat het natuurlijk toch heel goed is dat je met elkaar daar aanvullend onderzoek op verricht, omdat dat altijd andere consequenties heeft als dat je eerst overziet. Ik zie in de chat nog een andere vraag langskomen, voor zo gauw ik dat kan zien. Hè. Dat is meer voor Jan Post ook. Waar ben je als Aqua Battery nu naar op zoek? En ik kan dat verder niet interpreteren wat de vraagsteller ermee bedoelt, maar wellicht kan Jan daar nog even op terugkomen. Hè. Wat is nu echt de zoektocht voor jullie? Zoek je dit soort zaken in de toekomst dat het de consumentenmarkt moet gaan worden? Maar dan begin ik al te interpreteren. Hè? Of ben je op zoek naar eerst veel meer aanvullend onderzoek? Ja. Dit is op zich wel een... waar zijn we naar op zoek? Klinkt misschien een beetje lastig, maar het is altijd iets met geld. We zijn op zoek naar investeerders. En de reden is dat wij een product hebben die deels nog in ontwikkeling is en deels die we dus al kunnen gaan neerzetten. Maar een productie hebben we bijvoorbeeld nog niet. Hè? Dus het is eigenlijk gewoon waar een typisch technologiebedrijf in dit stadium naar op zoek is. En ja, we zijn daar ook goed mee bezig. Dus ik hoop dat dit jaar gaat lukken. Ja, om echt eerste producten te gaan neerzetten. Ja, in ieder geval te demonstreren. Dat betekent dus ook een heel interessant jaar voor jullie, hè? Omdat je nu ook weer in een heel andere fase terechtkomt. Ja, moment van de waarheid ook wel. Ja. Oké. Okay. Nou, wat zullen we doen? Zullen we nog één Mentimeter erin gooien? En dan is het ook wel ongeveer 1600 uur. Hè? Dus dan zitten we aardig aan de tijd. Dus ik wil er ook niet te ver overheen gaan. We kunnen nog één stelling brengen. Dat zit bij een volgende. Er wordt in Nederland te veel alleen naar zonne-energie en windenergie gekeken. Watertechnologie wordt te weinig meegenomen in de energietransitie. Nou, dat is een stelling waar je het eens of oneens mee mag zijn. Dus er hoeven niet zo heel veel tussenwegen, worden er gevraagd. Dan is dit onze laatste stelling die we nog meenemen. We hebben wel eentje die het er wel mee eens is, twee zelfs. Mogen we ook wel een beetje vanuit gaan. Hè? Er zal wellicht wat meer vanuit de watertechnologie ook aangehaakt zijn in deze sessie. Niet geheel onverwacht. Maar we hebben nog niet iemand die het niet mee eens is. Dus dat is vrij helder. Hè? Geef weer moed dat we hier nog wel even mee bezig zullen blijven. Oké, okay. Hey, dat is ook eentje oneens. Goed, in principe zijn wij zo langzaam aan het eind van deze sessie gekomen. Voor degenen die nog deelnemer zijn op dit moment, zouden we wel graag van u in de chat nog eens even horen vanuit welke organisatie u actief bent. Hè?
vanuit de overheidskant of vanuit het bedrijfsleven of onderzoek. Het is voor ons ook wel leuk, want we hebben dit niet op basis van aanmeldingen gedaan. Dus daar hebben we niet helemaal het zicht op. Maar het is voor ons toch wel leuk om even te weten, ook in het kader van de TKI watertechnologie, van wat soort achtergrond de deelnemers in deze sessie als bezoeker zijn. En dan zijn we wat mij betreft aan het eind gekomen. Wil ik nogmaals Jan-Peter en Jan bedanken voor jullie, vanuit jullie oogpunt in elk geval, zeer interessante presentatie. En ook de twee hele verschillende natuurlijk. Eentje ging over energieopslag en andere vooral over de energieterugwinning uit de drinkwatersystemen. En zo zie je maar hoe breed dit hele thema is, waar we nu nog maar twee aspecten van hebben aangelicht. Wat mij betreft zeker interessant om dit nog eens op een andere manier ook weer wat breder te herhalen. Daarmee bedank ik u allen voor uw aandacht. En mochten er onder de kijkers, bezoekers nog vragen zijn, dan kunt u in elk geval om met ons in contact te komen altijd contact opnemen met Matthijs Pleinaar, mijn collega bij de Water Alliance. En wil ik nogmaals benadrukken dat dit in het kader van de TKI watertechnologie is ook gedaan in de topsector water. Maar dit is natuurlijk duidelijk een crossover ook naar de energie. Ik zelf vanuit de Water Alliance, maar we doen dit ook in samenwerking met NWP en Envaqua, andere netwerkorganisaties in Nederland die zich ook met de watersector bezighouden. Wil ik u nogmaals hartelijk danken en tot een volgende moment waarop we ons weer zullen treffen. Nogmaals hartelijk dank.